Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Dag Vlaamse kiezer, ik ben Chris Steenwegen. Ik woon bijna 30 jaar in Herent, dat is een buurgemeente van Leuven. Ik sta voor Groen op de tweede plaats op de lijst voor het Vlaamse parlement. De laatste 7 jaar was ik algemeen directeur van Natuurpunt, een grote natuurvereniging in Vlaanderen. Ik heb mij al die tijd ingezet voor meer natuur en een beter leefomgeving. En ik hoop via mijn mandaat in het Vlaams parlement die inzet te kunnen verder zetten en meer ambitie te tonen dan de huidige Vlaamse regering. Waarom stapt u in de politieke strijd? Om dat te begrijpen moeten we een heel tijdje teruggaan in de tijd. Ik ben opgegroeid in het Waasland, in Beverwaas. En toen ik jong was, is daar de havenuitbreiding gebeurd op de linkeroever. Dat betekent dat duizenden hectare landbouwgrond, mooie poldergrond met heel veel natuurwaarde, onder 3 meter beton en slip zijn gestort. Dat was een enorme ingrijpende ervaring voor mij, die de rest van mijn leven wel wat bepaald heeft, denk ik. Dat heeft mijn studiekeuze bepaald. Ik ben biologie gaan studeren aan de Universiteit in Antwerpen. En een aantal jaren later ook nog milieusanering in Gent. En ook in mijn beroepsloopbaan heb ik altijd blijven ijveren voor betere natuur en betere milieukwaliteit in Vlaanderen. Ik heb bijvoorbeeld begin jaren 80 spreken we dan een educatief project gedaan waar we toen al mensen probeerden te overtuigen om zuiniger om te gaan met energie en ook alternatieve energievormen promoten. Ik heb gewerkt op een landbouwbedrijf waar we een biogasinstallatie hebben geïnstalleerd. De eerste of de tweede op praktijkschaal toen in Vlaanderen. Ik heb het geluk gehad 10 jaar te kunnen werken voor de groene fractie in der tijd, AGLF, noemen we dat, als studiemedewerker, waar ik de thema's natuur, milieu, energie en landbouw beheerde. Ik heb voor verschillende milieuoverheden, Vlaamse milieuoverheden, gewerkt. En de laatste 7 jaar was ik algemeen directeur van Natuurpunt, onze grootste natuurvereniging in Vlaanderen. En in die verschillende jobs heb ik altijd geijverd voor betere, meer natuur, een beter, gezonde leefomgeving. Meegedacht, soms ook wel eens meegeschreven aan teksten. De laatste 7 jaar veel contacten gehad, ook met kabinetten, met ministers, om hen eigenlijk toch aan te porren om wat meer ambitie te hebben. Want die ontbrak volgens mij toch wel in de vorige regeringen op dat vlak. En toen Groen dan mij vroeg of ik niet bereid was om op de lijst te gaan staan, dan heb ik daar niet lang over moeten nadenken. Dan vond ik het eigenlijk wel een geschikt moment om al die ervaring en expertise die ik al die jaren heb opgedaan, om die te proberen inzetten via een parlementair mandaat dan, om op die manier ook weer te proberen om die thema's milieu, natuur, landbouw op de agenda te krijgen en daar vooruitgang te boeken en ambitie te tonen. Welke quote heeft u gekozen? Mijn quote is, het is nu meer dan ooit. En nu kom ik tot die quote. We zijn de laatste maanden, weken overspoeld door alle acties van de klimaatjongeren. Fantastisch, maar ook een beetje verbazend voor mij, want het klimaatthema is natuurlijk absoluut niet nieuw. We hebben heel veel dingen gezien gebeuren rond dat klimaat. En ik refereer bijvoorbeeld naar de film, de documentaire film van Al Gore, An Inconvenient Truth, een ongemakkelijke waarheid, 2006. Dat is al een hele tijd geleden, waar Al Gore ons eigenlijk probeert te vertellen hoe ingrijpend de klimaatverandering zal zijn voor de mensheid en hoe belangrijk het is om dat probleem onder ogen te zien en het aan te pakken. We hebben bijvoorbeeld ook de klimaatzaak gehad in Vlaanderen. 11 bezorgde Vlamingen die naar de rechtbank zijn gestapt en gezegd, kijk, de Vlaamse overheid schiet tekort in haar taak om haar bevolking te beschermen, maatregelen te nemen om die te beschermen tegen die klimaatverandering. We hebben veel internationale conferenties gehad, hè, klimaatconferenties, waar er wel engagementen zijn genomen, maar waar we toch vaststellen dat de maatregelen om die dan hard te maken vaak niet gebeuren. En dus in die zin was het toch wel verrassend te zien dat er nu ineens, omdat een aantal jongeren op straat komen en zeggen, kijk, er moet nu iets gebeuren, dat er ineens zo'n enorme beweging ontstaat maatschappelijk. Voor mij toont het aan dat het besef dat er echt iets moet gebeuren, dat dat toch wel heel latent aanwezig was bij heel veel mensen. Dat men wel inziet
dat het nu tijd wordt dat maatregelen ook echt genomen worden en dat we die toekomst veiligstellen voor onze kinderen en kleinkinderen. En dat dat eigenlijk maatschappelijk toch een heel groot draagvlak heeft gekregen. De wetenschappers zeggen ons, het tij kunnen we nog keren. Hè? Dus er is nog tijd, maar die tijd is wel beperkt. We hebben nog 10, 12 jaar om eigenlijk de hele verandering in onze samenlevingsvormen om die in gang te zetten. Dat is lang, maar dat is ook heel kort. En ik ben overtuigd dat het nog kan. Hè. We hebben heel veel innovatiekracht in Vlaanderen. We zijn heel innovatief. Er is heel veel kennis aanwezig en expertise. Er is veel wetenschappelijke kennis aanwezig. Er is veel draagvlak nu ook, zoals we zien. Dus er is zeker een mogelijkheid om die opdracht aan te gaan als we er allemaal samen onze schouders onder zetten. Maar het moet nu wel gebeuren. En vandaar mijn quote. Het is nu meer dan ooit dat we dat moeten aanpakken. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik heb gekozen voor Vera Duha en Mieke Vogels. Dat waren de twee eerste groene ministers in een Vlaamse regering. Hè. De paars-groene regering in de tijd, eind jaren 1999. Die hebben dat, vind ik, heel goed gedaan. Het zijn twee vrouwen die gepassioneerd zijn door hun overtuiging, die dat met heel veel verve gedaan hebben, heel veel enthousiasme. Veel dossierkennis ook, twee echte harde werkers, twee zeer intelligente mensen ook. Maar ook met een sterk relativeringsvermogen, ook heel veel humor. Wat ook wel nodig is, denk ik, om zo'n moeilijke taak op te nemen. Want je kan je voorstellen dat er ook wel weerstanden zijn als we ineens die kleine groene partij plots mee aan tafel gaat zitten en mee aan de knoppen zit. Maar hun engagement is niet gestopt na het eind van de regering. Ik heb veel respect voor hen, omdat ze toen Agalef in der tijd een slechte resultaat boekte, dat zij ook hun politieke verantwoordelijkheid hebben genomen. Ze hebben een mandaat ter beschikking gesteld. Ze zijn zich ook blijven engageren, zowel binnen wat toen Agalef noemde en later Groen, maar ook daarbuiten zijn ze maatschappelijk zeer sterk actief gebleven. Vera is bijvoorbeeld nu voorzitter van de Bond Beter Leefmilieu, maar is ook actief bij de Universiteit Gent, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling. En Mieke hebben we onlangs nog kunnen lezen in een interview in Humo, want zij had bevoegdheid welzijn, hoe zij ook met die thema's nog bezig blijft en waar zij opriep om prostaatkanker als ziekte meer aandacht te geven, omdat haar eigen echtgenoot Willy daar momenteel mee kampt. Dus voilà, twee sterke vrouwen en ik denk ook wel een statement in de tijd van Agalef om drie vrouwen als minister naar voren te schuiven, want ook Magda Aalvoet was minister in de federale regering en dat was toch ongezien, denk ik, in die tijd dat alle ministerposten door vrouwen werden ingenomen. Wat zijn uw politieke interesses? Zoals ik daarnet al aangegeven heb over mijn loopbaan, mijn interesses liggen echt bij de groen-groene thema's. Natuur, een beter leefmilieu, landbouw, de open ruimte en misschien een iets verder af energie. Het zijn thema's waarvan ik denk dat ze maatschappelijk meer dan ooit draagvlak hebben. De mensen voelen meer dan vroeger, denk ik, aan hoe belangrijk het is om voldoende open ruimte te hebben, om voldoende natuur in hun nabijheid te hebben, om tot rust te komen. We weten allemaal dat landbouw worstelt met een aantal problemen. In de eerste plaats, het is moeilijk voor boeren om een goed inkomen te kunnen halen uit hun vele werk, het harde werk. Maar er zijn ook gevolgen van de manier waarop we vandaag aan landbouw doen in zaken milieueffecten hier, ook een hele impact op het zuiden. Dus er is ook daar, denk ik, nood aan een ommekeer naar een duurzame landbouw. Het zijn thema's die mij al heel mijn leven bezighouden eigenlijk en waar ik al lang rond werk en waarvan ik denk dat, omdat ik er toch al die jaren veel expertise rond heb opgebouwd, toch wel wat kennis rond heb, ook een breed netwerk heb in die sectoren, dat ik een bijdrage zal kunnen leveren in het Vlaams parlement om daar rond die thema's te werken samen met de collega's. Wat kan er anders en beter in de politiek? Wat ik enorm betreur in de huidige politiek, dat is het korte termijn denken. Er is echt nood aan lange termijn denken. We kunnen
maatschappelijke uitdagingen zoals klimaat, maar ook onze pensioenen enzovoort zijn echt grote uitdagingen, migratie, die we op lange termijn maar kunnen aanpakken. We zullen het klimaatprobleem niet op 5 jaar kunnen oplossen. We hebben daar decennia voor nodig. Dat betekent dat we echt doelen moeten zetten op lange termijn en dat we samen moeten werken om die doelen te realiseren. En die lange termijn staat momenteel echt in tegenspraak met hoe politiek georganiseerd is, opeenvolgende verkiezingen, die toch heel sterk bepalen wat partijen willen en wat ze doen in het parlement. We hebben nu met Groen hard geijverd voor een klimaatwet en een van de grote doelen daarvan was inderdaad proberen op die lange termijn doelen vast te leggen waar we ons als samenleving toe verbinden en dan met alle kracht die we hebben en met alle actoren samen proberen die te realiseren. Dus als ik één ding zou willen veranderen is het zeker het korte termijn denken aanvullen minstens met een lange termijn perspectief. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een kalender meegebracht. Dat is een kalender van de heemkundige kring van Herent. En op de foto ziet u onze woning. Maar het is niet alleen onze woning, het is de woning van 4 gezinnen. Hoe zijn we daartoe gekomen? Toen wij jong waren, mijn vrouw en ik, en uit ons huurhuisje moesten, dan moesten wij zoals zoveel mensen op zoek naar een woning en hadden we het idee om een woning te kopen. Maar de idee van een woning apart met daar rond een eigen tuintje en meestal nog een afsluiting rondom dat tuintje, dat vonden we eigenlijk niet aantrekkelijk. Wij dachten ook, wij waren overtuigd dat dat als woonvorm zeker niet de woonvorm van de toekomst ging zijn. En wij wilden eigenlijk samen met andere mensen zoeken naar een gezamenlijk project. En zo zijn wij in Herent terechtgekomen, waar deze woning stond. Dus bijna 30 jaar wonen wij nu in zo'n woongemeenschap. Er waren verschillende argumenten die we toen hanteerden om daarvoor te kiezen. De eerste was waarschijnlijk het ecologische. Het innemen van open ruimte door alsmaar los van elkaar woningen te zetten met een tuin rondom, dat vonden we niet houdbaar. We wilden eigenlijk dat die open ruimte beter benut zou kunnen worden in plaats van elk apart in een woning te gaan zitten. Dus die vrijwaring van die open ruimte, dat was voor ons een belangrijk element. Dat is altijd voor mij belangrijk gebleven. Ik heb in 2014 als directeur van Natuurpunt een tribune geschreven en daar heb ik het woord betonstop gebruikt. En enkele weken geleden is tot uiting gekomen dat dat de eerste keer was dat het woord betonstop gebruikt werd. En de idee daarachter was, we moeten onze open ruimte echt vrijwaren en als we meer open ruimte innemen, en dat zullen we in de toekomst ook wel nog moeten blijven doen, dan moeten we dat compenseren, moeten we elders waar er in het verleden gebouwd is of infrastructuur gelegd is, terug open ruimte creëren. Want die infrastructuur of die gebouwen zijn misschien niet meer nuttig vandaag. Dat was het ecologische, maar daarnaast was er ook toch een belangrijke sociale motivatie. Wij zijn mensen van onze tijd, ook wij wonen niet meer zo dicht bij onze ouders. Wij komen ook eigenlijk uit een andere streek. Dus wij hebben niet meer dat sociale vangnet dat mensen vroeger hadden toen ze nog beroep konden doen, bijvoorbeeld op hun ouders en hun grootouders. Dat konden wij niet. En door in zo'n samenwoonproject te gaan, hadden we de hoop, en dat is ook zo geworden, dat we elkaar konden steunen om de moeilijke combinatie van werken, wonen, kinderen, om dat allemaal te combineren. En een derde reden, dat is dan meer specifiek voor onze woning, is, zoals u ziet, het is een oude woning. Het is een woning van de 19e eeuw, 1890. Zoals er veel stonden tussen Leuven en Brussel, maar zoals er ook veel zijn afgebroken. Omdat ze niet meer beantwoorden aan deze tijd, waren woningen die veel te groot waren uiteindelijk voor 1 gezin. Die ook niet meer aangepast waren aan het moderne wooncomfort. En mensen die de middelen hebben om zo'n woning te kopen, alleen konden net zo goed een nieuwe villa bouwen. En dus voor ons zit er ook een stuk tool achter om patrimonium te behouden. Die huizen die toch een bepaalde eigenheid hebben, die karakteristiek zijn voor een bepaalde periode. Om die ook een nieuwe bestemming te geven. Door er met meerdere gezinnen in te gaan wonen, is het financieel draaglijk geworden om dat te doen. We hebben die woning natuurlijk sterk moeten herinrichten. Maar op die manier, denk ik, dragen wij ook bij tot wat dan toch in Herent beschouwd wordt als een markante
gebouw in de gemeente wat toch meer het uitzicht van de gemeente bepaalt.